als je dergelijke producten direct gaat toepassen in de Nederlandse wegenbouw of in het hergebruik, dan overtreed je de wet en dan ben je in feite een milieucrimineel. Op het moment dat we het in een schip laden en exporteren, mag dat kennelijk allemaal in dit land. In Europa zeggen ze als er minder dan 50 milligram van een bepaalde stof in zit, kankerverwekkende stof, als er minder is, dan mag het wel. Nou, zeggen de mensen, er zit hier minder in, dus we kunnen het exporteren als groene lijststof.